iedereen en welkom terug bij een ander redstone filmpje. En bij deze redstone tutorial ga ik jullie laten zien hoe je een hele kleine, simpele doorlock of eigenlijk verstopte dooropener. Dus je ziet hier een deur in een muur en hij kan zo niet open. Maar als je in deze hoek gaat staan, dan pak je een item op en dan gaat de deur open. En dan gaat hij na een tijdje weer dicht. En dan kan je er natuurlijk met een button gewoon weer uit. Het is heel klein. En het is handig. Je pakt het item op. En hij blijft lang open. En dan pas gaat hij weer dicht. En de redstone erachter. Het is eigenlijk alleen dit. Dus als ik dit even weghaal. Dan kan je zien. Hier ligt een item. Wanneer die wordt opgepakt. Dan dispenser nog een item. En voor de rest de redstone die nog meer gebeurt. Is hieronder. Onder de pressure plate. Hier precies zit de pressure plate. En die gaat hier naar een redstone torch. En daarboven zit de deur. Dus er is heel weinig redstone eigenlijk. Maar dus je kan het in survival wereld gebruiken. Of in een server waar je deur wil beveiligen, dus boom, boom, je bent binnen. En natuurlijk de dispenser heeft items nodig, maar dit kan bijvoorbeeld je prullenbak zijn, al je dirt en dat soort dingen in doen. Dus ik ga je nu laten zien hoe je er moet bouwen en dan zie ik jullie bij de building site. Oké, dus hier zijn we bij de building site en waar je mee begint is je plaatst hier een redstone repeater met 3 ticks. Extra delay en dan hier allemaal blokken. En dan plaats je hier 2 blokken en een redstone torch. En wat er zou moeten gebeuren is hij dispense een item, daar ligt een button. En wanneer die oppakt, dispense je een nieuwe. En enzovoort. Dus hier kan je dus gewoon al je crap in doen wat je niet nodig hebt. Dus doe ik overleven. Chest. Zo. Nou, wat je dan doet is, je gaat onder de pressure plate, dat is hier. Daar leg je een redstone dust. En daarna ga je eentje naar beneden en torch. En dan hoor je de deur even gaan. En dan breng je dit weer helemaal dicht. En dat was eigenlijk alles. Dus je pakt dit item op, hij gaat open. En hij gaat weer dicht. En dan is het natuurlijk mooi als je aan de andere kant ook dit doet. Of misschien zoiets. Ik weet niet. En dan pak je het item op. Ga je er doorheen. Is hij open. En wat je dan ook nog kan doen. Om er makkelijk uit te komen. Want je wilt natuurlijk zo verstoppen. Misschien kan je hier doorheen. Nee, je kan het hier niet doorheen pakken. Dus dan zit hier gewoon een button. En dan kan je er weer uit. Dus dat was het voor deze redstone tutorial. Hopelijk vond je het leuk. Like, comment en subscribe. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!